jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe stream. Mijn naam is Mark Kooijmans, vandaag is een bijzondere dag. Ja, sorry, we hadden net even wat technische probleempjes. Maar zoals jullie zien, nieuw seizoen van Rocket League, seizoen 3. En dit is de auto die je erbij krijgt. Alleen de wielen kloppen niet. Ik had mijn wielen op deze auto aangepast. Dus kijken waarom die nou niet klopt. Oh. Ineens weg. Ga eens even kijken in mijn Rocket Pass. Deze, ik heb wel tier 7 vrijgespeeld. Dus we gaan even Rocket League opnieuw opstarten. En dan ben ik zo weer terug bij jullie. Rocket League is een beetje geglitcht, jongens. Even kijken. Dat doet hij wel gewoon goed. Nou, we gaan eens maar lekker beginnen. Want Rocket League is een beetje gebeurd. Het is ook een nieuw seizoen. Iedereen zit erop. Dus die Rocket League speelt. Trouwens, ik heb één ding nog aanpast. Pas op. Hoppakee. Deze moet ik doen. Ja. Dan gaan we 1 tegen 1 doen. Als jullie mee willen doen, kan. Laat het even weten. Stuur het in de chat en dan gaan we daar gewoon mee aan de gang. Dus in ieder geval, we gaan beginnen. Casual, of casual competitief. Kunnen we zo meteen ook nog misschien een toernooi doen. Dit gaat niet goed. Zo, dankjewel. Oké. Oh. Dit gaat weer fout. Jongens, we gaan wel ons best doen om te winnen.
Dat ging een beetje lastig. Huppakee. Pauper shit. Huppakee. Normaal heb ik bakkersmot aanstaan, maar die heb... Zo. Die staat uit. Die gaf even wat probleempjes. Hoppakee. Nu niet. Ik doe alleen vrienden en eventueel nu niet kijkers. Hoppakee. Die zit er ook in. Moet het altijd weer zo agressief? Die zetten we even aan de kant. Hoppakee. Hoppakee. Boom. Die zit. We moeten wel wat wedstrijden winnen, anders kunnen we straks het toernooi niet doen. Of we moeten in ieder geval 10 wedstrijden in competitief gespeeld hebben. Misschien wordt het toernooi vandaag nog niet meteen, maar we gaan ons best voor doen. Hoppakee. En natuurlijk, ik moet nog wat trucjes leren, maar dat komt vanzelf. Gaat niet helemaal zo volgens plan. Oh. Daarheen. Oh, die shit. Kijk, hij geeft op. Ja, dat kan een killplex doen. Wat hij zo zegt is. Hoppakee. We gaan gewoon door waar we gebleven zijn.
op naar de rank. Oh shit. Daar word ik flink gejoked. En we moeten het al wat beter doen. En ik verwacht elk moment een vriend online te komen, maar goed, merk vanzelf wel. Shit. Hij probeerde me nog te blokken, maar dat lukte niet. Dat kan ook. Stond gelijk en hij geeft op. Ja, kan ik niks aan doen. Trouwens, al even kijken wat we erbij hebben gekregen. Kijken of die wielen al inmiddels weer ertussen staan. Nee, die staan er nog niet tussen, gek. Zet maar even deze wielen eronder. Hoppakee. Kan ook op die taak. Kijk of ik hem met de wielen hier tussen zie staan. Hey. Dit zijn die wielen die ik wel gekregen heb. Er zit een glitch. Het is een beetje glitchy. Misschien dat hij weer terugkomt. Rocket League is ook net pas aan. Om zo te zeggen. Seizoen 3. Dus er zitten altijd nog altijd kinderziektes in. Maar niet getreurd. We hebben in ieder geval wel wat dingen gecomplete. Ja, we gaan zo verder met competitief. We gaan nou eventjes casual doen. Want daar hadden we nog wat dingetjes die we moeten doen. Gaan we daarna weer verder met competitief. Als jullie mee willen doen, laat het gewoon weten. Je kunt me altijd in fight sturen. Door mijn naam in te toetsen. Maar als je uitroepteken mag ik in toets, weet je wat mijn gamers naam is op Rocket League.
de heer Lucas. De heer Lucas. Oké, raar naam. Gelukkig is het een casual. Zo. Daar heeft hij gewoon geluk mee. Maar misschien had ik daarbij beter kunnen blijven staan. Oh, ik probeer hem te foppen. Oh. Ja, mijn fout. Alles wat tegen goal is, is mijn fout. Dus. Hoppakee. Dit is gewoon een domme misstap van hem. Gewoon op de juiste plek staan en erin tikken, hoppakee. Oh. Ja, die kon ik niet meer hebben. We gaan ons best doen en we blijven ons best doen. Huppakee. We kunnen er alleen maar beter van worden. Oeh, dat gaat nog maar net goed. Wil je me nou helpen? En natuurlijk, we hebben wel weer een Rocket Pass gekocht. Shit. Ik ga deze match even opgeven. Deze gaan we niet meer winnen. Maar we hebben in ieder geval een Rocket Pass gekocht. Dus. Kunnen we kijken. Want dit zijn allemaal wat we bij hebben gekregen. Ik ga die nieuwe banner wel even aanzetten als die wel tussen is. Weet je wat? We kunnen wel even keren een andere auto pakken. Zo.
gaan even met de Fennec. Misschien gaan we wel in het nieuwe stadion. Nee, nog niet. Daar heeft hij gewoon mazzel mee. We gaan door. En die shit. Alles gaat nog een beetje traag, denk ik, zo voor mijn gevoel. Geef het op. Altijd hetzelfde liedje met die gasten. Dan staan we 1-0 voor en denken zo, oh jee, ik kan niet meer winnen. Of met 2-1 of... Zo moet je je nooit denken. Je moet gewoon je best blijven doen. Tenzij het een hele grote stand is, dan begrijp ik het wel. Want dan doe ik het zelf ook wel. Dank je. Boom. En dat maken we gewoon gelijk af. Hij maakt een fout en ik profiteer van zijn fout. Heb ik een... Oeh. Hij is wel goed verdedigd. Wat een geluksvogel is hij. Oh. Nou, die heeft weer een geluksstreffer.
chips, jongens. Dat gaat niet goed. Helemaal niet goed, huppakee. Hij heeft gewoon een lelijke daktop. Ik zet gewoon door, huppakee. Huppakee. En zo zijn we weer erbij. Zijn we weer gelijk. Hoppakee. 3-3. Hoppakee. En hij maakt het gewoon af. Tjeng. Zeggen we dan? Huppakee. Hij zou wel een eigen doelpunt op zijn naam krijgen. Over een goal, huppakee. Hier heb ik een beetje verkeerd ingeschat. Hij heeft gewoon weer een gelukstreffer. Hij heeft alleen maar gelukstreffers gehad, jongens. Misschien hier en daar een klein mooie schoten, maar... Ah. Heeft hij gewoon weer geluk gehad? Hij is gewoon met mij aan het spelen. Ga gewoon even door. Moet casual wat matches winnen. Volgens mij heb ik wat vertraging op de stream gehad net. Maar het is alweer gefixt, zo te zien.
Hoppakee. Zo loopt de stream altijd een seconde achter ongeveer. Nou, ik wacht nog steeds op een paar vrienden die mee willen doen. En we gaan gewoon ons best doen. Meer dan dat kunnen we niet doen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Die gast heeft volgens mij naar de nieuwe auto open. Hoppakee. Ja, hij heeft de nieuwe auto. Die auto heb ik ook. En ik ben nog niet helemaal goed met aerials. Ik probeer het wel. Maar ik doe mijn best. Meer dan dat kun je ook niet doen. En die zit erin. Hoppakee. 92 km per uur gaat hij de goal in. Nou, dit is gewoon zo'n gelukstreffertje. Daar heb ik, jongens, als je dat doet, dan ben je echt laf. Op de defense te gaan spelen.
Even zo. T-shirt. Ik weet niet of we het gaan redden om nog een 27 seconden twee doelpunten te maken. We gaan ons best doen natuurlijk. We gaan weer erom proberen te winnen. Maar het gaat niet lukken, denk ik zo. Dit gaan we gewoon opgeven, want dat vinden we niet meer. Ik ga zo even een andere auto pakken. Ik denk dat ik dadelijk nog die nieuwe seizoen auto pak. T-shirt. Die gast heeft zoveel geluk. Dat is even goud control settings even gauw veranderen, want toch dat het wel beter kan zijn.
En dat moet je net geluk bij hebben, dat je op de goede kant draait. Dit ga ik niet meer redden. Het doorzetten, niet mouwen. We hebben een nieuw soort lak gekregen. Kunnen we wel even op de nieuwe seizoenauto doen. Ik vind deze... Kijken wat we gekregen hadden, ook alweer gekregen hadden. Deze. Ik vind hem niet zo mooi. Doe gewoon met Tennek. Ziet er nog enigszins uit.
ga even de match leaven, want ik moet even opnieuw de match starten. Ik zet gewoon even druk op hem. Hoppakee, we gaan door. Als Jordi online aan de kijk is, ik zou het fijn zijn als hij komt. Kunnen we verder, kunnen we eventjes matches doen. Daar heeft hij gewoon geluk mee. We gaan verder in de dag. Oh nee. We proberen het tempo. Ga ik hem verkeerd. Oké, krijg jij ook terug. Hij kan ook opgeven als hij wil. Dat heb ik ook vaak zat meegemaakt. Dat ik achter stond en toch even zo. Want dan gaan ze gewoon expres AFK staan.
Ga dan nog een lekker AFK staan, vriend. Oké. Zo doen we dat. Oh, jongen. Kom dan. Hoppakee. Die zit. Zo. Even de finale klap uitdelen aan hem. Dat hij even geen kwaad kan doen. En dan even nog gauw scoren. Hoppakee. Ja. Doen we nog even gelijk eentje winnen. Of één match. Hoppakee. Hey, no. Daar gaan we weer.
Dat was gewoon mazzel. Ik weet niet wat die aan het doen was. Maar ik score hem wel. Hij had het makkelijk kunnen hebben nog. Volgens mij. Hup, ja. Ik ga het volledig. Huh? Ik ben confused, jongens. Zeg, is deze auto nog niet verkeerd? Ik moet hem alleen maar goed raken en dan heb ik gewonnen. Aan de andere kant. T-shirt. Nou de boel op slot, deur dicht, kistje op slot, deur op slot, sleutel weg, kistje op slot, en daarvan de sleutel weg, heb ik het.
Dit hoor, zo lang. Hij heeft gewoon geluk gehad. Shit. Zo. Heb ik. Chips. Hoppakee.
Maar in ieder geval, maakt niet uit dat hij scoort, ik sta toch voor. Maar ik moet wel even op blijven letten. Oeps, ik raak hem verkeerd. En dat kan gebeuren als je verkeerd raakt. Dus we gaan gewoon lekker door. Hupke. Boom. We gaan nou eens even wat dingen claimen. Dropje openen. Oh, die vind ik niet zo mooi in detail. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken en tot de volgende stream. Jammer dat een paar vrienden niet zijn gekomen die ik hoopte te komen. Maar we gaan de volgende keer verder. Laters!